Ik zit vandaag aan de keukentafel bij René Wittens uit Herpen. En René, jij gaat iets bijzonders doen. Dat gebeurt deze zondag, dat is 6 februari. Wat ga je doen? Ik ga in mijn eentje een marathon lopen. Hier in Herpen. En hoe komt het dat je dat in je eentje gaat doen? Want daar is een voorgeschiedenis aan vooraf gegaan. Ja, klopt. Ik heb me vorig jaar ingeschreven voor de Two Rivers Marathon in Zaltbommel. Die zou eigenlijk op 6 februari zijn. Maar die is vanwege corona verplaatst naar later dit jaar. Wat er ook nog bij komt is dat ik met een grote groep collega's dit jaar meedoe aan de Europa Run. Dat is een initiatief om geld in te zamelen voor mensen die in de laatste fase van hun leven zijn en kanker hebben. En iedere collega die meedoet, daarvan wordt verwacht dat hij een sponsoractie organiseert. Dus het verplaatsen van die marathon in combinatie met wel de voorwaarden dat ik een sponsoractie ga organiseren voor de Europa Run. Toen dacht ik, nou, dan ga ik gewoon toch op 6 februari een marathon lopen. En dan doe ik het om geld in te zamelen voor de Europa Run. Je zegt je collega's. Hebben jullie iets bijzonders met sport? Ja, ik werk bij de opleiding Sport en Bewegen op het Summa College in Eindhoven. Dus ja, wij zijn sport, zeg maar. Maar betekent dat dan ook dat je zo ineens een marathon kan lopen? Nee, daar moet je natuurlijk wel voor trainen. Voor deze marathon ben ik eind oktober begonnen met trainen. En begin oktober vorig jaar heb ik nog een andere marathon gelopen in Zuid-Limburg. Dus op zich heb ik die kilometers dan nog wel in mijn benen. Nou ga je zondag hier in Herpen lopen alleen. Ja. Heb je een bijzondere route uitgezet? Kunnen mensen jou zien? Ja, mensen kunnen mij zeker zien. Ik heb een route uitgezet die bestaat uit 4 rondjes die steeds iets groter worden. En die serie van 4 rondes die loop ik 4 keer. En ik kom eigenlijk steeds hier langs huis aan het Hoogmolenveld. En ik loop dus de route ook eigenlijk vrij dicht bij huis. Nou, is het zo dat je geld inzamelt? Moet je een bepaald bedrag inzamelen? Of is het, maakt het eigenlijk niet uit hoeveel je inzamelt? Nou, in principe maakt het niks uit, want we hebben wel een bepaald... er is een minimumbedrag wat we als team zeg maar in moeten zamelen. Maar dat, die dingen die we daarvoor moeten doen, dat komt allemaal goed. Maar met deze actie, op dit moment sta ik rond de 500 euro. En eigenlijk wil ik wel dat minimaal verdubbelen. Komende zondag en misschien nog wel na het lopen van de marathon, dat mensen denken, nou, ik vind het toch ook nog wel de moeite waard om te sponsoren. Nou is het zo dat tegen de tijd dat dit wordt uitgezonden, je de marathon al hebt gelopen. Dus ik hoop dat heel veel mensen jou hebben voorbij zien komen. Ja. Misschien zijn er nog mensen die geld willen storten. Hoe kunnen ze dat nog doen? Nou, dat kan eigenlijk op een aantal manieren. Ze kunnen naar de website van de Europa Run gaan. Dat is www.europarun.nl. En dan bij Teams het team Summa Sport opzoeken. En dan kunnen ze of het... een donatie doen aan het team of aan mij persoonlijk. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, want het komt toch allemaal bij elkaar.
En er is ook een QR-code die je kunt scannen. En dan kom je zeg maar bij de sponsorpagina. Wat verwacht je zelf van aanstaande zondag? Hoe gaat zo'n dag lopen? Als de weersvoorspellingen kloppen, wordt het verschrikkelijk slecht weer. Ik hoop dat dat nog een beetje bijdraait. Als dat niet bijdraait, ja, dan is dat zo. Wat verwacht ik? Ik denk dat het vooral mentaal best pittig zal worden. Want het zijn natuurlijk 4 rondjes en dat loop ik 4 keer. Dus dat is, denk ik, mentaal wel pittig. Fysiek zal het op zich wel te doen zijn. Ik ga mezelf ook niet opleggen dat ik binnen een bepaalde tijd moet lopen. Ik wil het gewoon uitlopen. En ik heb me voorgenomen op de momenten dat het mentaal zwaar wordt, dan denk ik, wil ik mezelf eraan herinneren dat de mensen voor wie ik eigenlijk geld inzamel, die zijn in de laatste fase van hun leven en die hebben het nog veel zwaarder dan dat ik het heb. En eigenlijk is het een luxe dat ik zo'n marathon kan lopen om geld in te zamelen. Dus dan denk ik eigenlijk dat ik maar gewoon niet moet piepen. Heb je nou ook op de dag zelf een speciale voorbereiding met eten? Of? De voorbereiding is al een tijdje bezig. Want ik heb uiteindelijk is het ook al een soort van evenementje geworden nu. Hè. Jullie zijn nu eerder even een stukje in de arena gestaan. Ik heb een startnummer kunnen regelen bij een bedrijf die bij wijze van uitzondering gewoon 1 startnummer geprint hebben. Er is een groepsapp met familie, vrienden en collega's die mij aanmoedigen op de dag zelf. Vanuit de buurtvereniging wordt er nog wel wat georganiseerd om mij aan te moedigen. Dus die voorbereidingen die zijn allemaal al gedaan. Nou, trainen is natuurlijk een belangrijke voorbereiding. Ik heb een goede afspeellijst gemaakt die met veel muziek waar ik wel energie van krijg. En op de dag zelf, ik denk dat ik rond 1 uur of 8 opsta. Om 10 uur wil ik starten. Nou, dan eet ik klein ontbijtje, een paar geroosterde boterhammen met hagelslag en honing. En dan ga ik beginnen en dan komt er voor aan de oprit een soort van verzorgingstafel met water waar ik bij kan vullen. En daar staat mijn man, dus dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En die leest dan alle berichtjes voor of veel berichtjes die in die groepsapp gestuurd worden. Eten onderweg neem ik soort gel-achtige dingetjes. Want je kan niet 42 kilometer hardlopen op alleen 2 geroosterde boterhammen van in de ochtend. Die voorbereidingen die zijn in mijn hoofd zit het allemaal al wel goed. Ja, ik hoop vooral eigenlijk dat het gewoon goed gaat zondag. En het zou mooi zijn, hè, wat ik net al zei, als het weer eigenlijk meevalt en de voorspellingen niet uitkomen. En ik wil er gewoon echt zoveel mogelijk van gaan genieten, ondanks dat het zwaar wordt. En dat moet ik echt proberen los te laten dan. Ja, want je ziet het in feite ook als nog een extra training voor de Europa Run die je in juni gaat lopen. Die Europa Run die jullie dan gaan lopen, die vertrekt vanuit Zaltbommel? Nee, die vertrekt vanuit vliegveld Twente. En er is een route, ik weet niet precies hoe die loopt, want normaal gesproken vertrek je vanuit Parijs, maar ook vanwege corona is dat anders dit jaar. En ons team vertrekt vanuit vliegveld Twente en dan lopen we route Zuid. We komen dan onder andere via Nijmegen, Eindhoven. En dan eindigen we wel op de Koolsingel in Rotterdam. En de route is in totaal 550 kilometer. En dan gaat iedere deelnemer gaat een stukje lopen? Ja, we zijn met 2 teams van 4 hardlopers en dan loop je in estafettevorm. En in totaal zijn we wel echt met iets van 25 mensen of zo. Want het is echt een enorme logistieke operatie. En je moet zelf alles regelen. Je overnachtingen, je eten, verzorging onderweg met fysiotherapeuten. Er zijn fietsers die achter de lopers aan fietsen. Er zijn mensen die navigeren. Dus echt een enorme operatie. Nou, wij wensen jou heel veel succes en we hopen natuurlijk dat je nog wat extra geld ophaalt. Ja, dat zou heel mooi zijn. Voor de mensen die kijken, er staat een link onder op deze pagina waar ze meer informatie kunnen krijgen. En we wensen jou heel veel succes en heel veel plezier vooral. Dankjewel.
Oh.